Woensdag 2 maart luiden vele kerkklokken van 5:15 tot 5:30 in Nederland. Ook in Millingen en Groesbeek. Nou, de ploegie Cosmas en Damianus in Groesbeek sluit zich aan bij de landelijke actie om de klokken te luiden voor de Oekraïne. Voor vrede in de Oekraïne. Dat de onderhandelingen mogen slagen. En dat er een einde mag komen aan het geweld.